Yo mensen van Pirateam SD, vandaag is het 31 december, dus dat betekent lekker stoken. Alleen het nadeeltje is nu, wij zijn al best wel lang aan het fietsen en het is zo druk, zelfs hier, overal mensen, dan denk ik, what the fuck. Met gezinnen. Het is super slecht weer en dan zijn ze alsnog hier, maar ja, ja. We gaan even beginnen met deze jongen. Dus ik ga alvast op een afstandje staan, dus jij me even aansteekt. Ja. Jo, ik erin. Wow. Die echo. We gaan even kijken. Hier was die, check die rook. Zo, mooi check ding. Trouwens, die krater hier zo. We gaan hem wat vergroten, die krater. We hebben hier Tomic 7. Dat hij aanstikt. Zo, flinke man. Eens even kijken of de krater te groot is. Ik hoop broodje omver gelopen, dat is al jammer. Kijk, erg mooi. We gaan nu een knalvergelijking doen van iets van 18 knallers of zo. We beginnen met deze. Geen lange vertraging. Nou ja, het doet niks bijna. Het is een, hier, we hebben hier een vipertje. Het is wel best wel lekker. Zeker. Een beetje schel. Ah, wel harder dan die. Dan hebben we hier een Zeus. Een Zeus van die Blasio Elie ook. Dat is nog een tandje erbovenop. Dan hebben we hier twee Bermuda Driekus. Eentje is de P van Polen, eentje is uit België. Laten we beginnen met die uit België. Nou, toch nog best goed. Zeker. Dan hebben we die hier uit Polen. De Suet Banger, oud nog, uit de giveaway gekregen. België! België! Een beetje verwend. Toch een goeie. Dan hebben we hier de FB3 van Jorgen met 2,1 gram. Ik weet niet waarom er 2 in zit, want ik heb er hier ook eentje die gaan daarna gooien met 3 gram. Die van 3 gaat er gelijk achteraan. De eerste van 2 en dan. Nou ja, die van 3 was beduidend harder. Dan gaan we door met een Funke FP3 Blue van vorig jaar. Ja, ja. Lekkere echo altijd, hè. Dan geniet nieuw hier voor ons dit jaar. De Dragon Boom. Dragon Boom. Knalt erg lekker.
Even kijken of de mensen aankomen. Dum bum. Die moeten erg goed gaan. Dat gaat kei lekker, jongen. Dan zijn we nog bij de laatste dingetjes bijna. We beginnen met de, even kijken, de Tigerboom. Tigerboom. Beetje de kleine broertje van de Dragonboom. Ik heb wel een beetje een piep in mijn oren, maar de. Ik ben niks gewend, jong. Jumbo cracker. Het is echt één gek echo, mensen. Nog steeds geen mens, gelukkig. Colossaluut, ook van vorig jaar. Zo, die dat is toch wel een flink stuk harder. Dan gaan we naar de hardere jongens. TB5. TB5. Ook in de categorie van de Colossaluut, sorry, van de Crazy Robot. Oh. En die komt zo meteen nog. Ja, die knallen toch wel flink harder, hoor. Dat is altijd heerlijk. PS5. Een beetje vergelijkbaar. Dan de Crazy Robot. Oh, dat is een machtig goedje. Ik heb er dan nog een paar uit. Dan hebben we hier nog twee dingetjes. De P1000, die was ik vergeten. Die moest eigenlijk verder achteraan. Maar ja. Vergelijkbaar FD3 smal. Zo. Dan hebben we hier nog, om de vergelijking weer af te sluiten, Fierce Devil, het Shell kitje. Die gaat waarschijnlijk wel flink, zeg maar. Oei, oei. Zo, dat was een vergelijking voor nu eventjes. Hier, de Danger. We weten niet precies hoeveel gram erin zit. Maar ja, we gaan hem gewoon, ik zou zeggen, gewoon pikken en even wachten. Ik koop broodje natuurlijk weer. Yo. Gipsbommen, ja. Dus. Zo. Kijk, zoals ik zei, flinke gipsbom hier. Hekskrinnetje. Ja. 4 FV3's. Zo, knal er eentje hier, godver. Zo, Powerboy, wat hebben we hier? We hebben hier een Cobra 6, een 2G variant. Beetje slapper dan vandaag. Geen vlammetje. Over. Oh, pas op. Goh, ik kreeg allemaal stukjes karton tegen me aan. Maar dat was ook al een beste. Lekker hoor. Ik ga even twee Jumbo crackertjes doen. Omdat het leuk blijft, hè? Deze zijn ook wel goed. Zo, die ging lekker snel. Die ging snel. Volgende. Oh, even focus. Ja, we gebruiken nu even een lontje, want de aanstekers die begeven het even door het regen, maar. Kijk, uit de zak van Max hoor, ja ja. Wat hebben we nog meer? Met TB5. Ook al? Ja toch. Bovenop, je moet wel afgeven. Ja. Die dingen zijn ook echt kei lekker. Ja man. Bam jongen! De echo lijkt nog sterker als het klopt zelf. Dan heb je de goede locatie, kan ik je vertellen.
Niemand. Ja, even een kringetje uit Poland. Nies. Misschien heb ik iemand zijn moeder uitgescholden, ik weet het niet, maar... Niet zo hard, maar dat maakt niet uit. En ja, er zijn er nog hoor, de Colossaluts. Van Phoenix. Oh, een beetje dichtbij. Zo. We hebben hier de Comic 6 2G Fikker in. Ook van de Vlanders. Zo, flink piep in mijn oren. Lekker. Zo, en we gaan weer door. Wat heb je daar? En nog een jumbo-kikker, want het kan niet op. Zie je jongens de aanstekers? Hier, pak deze maar. Kijk, multitas tot de max. Zo, die ging snel af. En... Dat te verlangen nodig. Nou, dan gaan we nog een keer dubbel. Tijgerboom FP3. Die bij jou. Zo, hij dacht lekker dichtbij. Zo, piep in mijn oor. TV5'tje lekker hoog. Het gaat lekker door hier. Nog eentje zie ik. Zo, er schiet hier van alles rond. Van doe maar. Mooi paars is niet redelijk. Zo, we hebben hier nog eventjes een heksenkringetje met alleen maar grondbloem en mijn knetterlintje ondergaan. Dus. Ik moet wel fikken denk ik. Ga even een beetje aan de kant. Kijk, die rook mensen. Zo, lekker. Uitsluiven. Ik voel nog even iets onderaan in de tas, dus die doen we even aan. Yes. Oh, ik gleed bijna op mijn muil. Dit is een normale, dit is vlam. Maar zo jongens, we gaan even een heksenkringetje maken met al deze dingen. Dan gaan we daarna lekker naar huis, want het blijft maar... Takken weer, ja. En het is toch een beetje oppassen met politie en zo. Ja, we zitten hier wel, zoals jullie zien, helemaal nergens. Maar ja, daarachter, in de verte, heb je toch wel iets wat van huizen, maar... Iets van beschaving, dus ja, altijd even oppassen. We leggen het even klaar en dan zien we jullie zo. Kijk, dit is mooi. Wat vinden we hier? Kom eens even. Nou alles weer in de plas, want die gaat. We gaan daar zeker met een grondbloemetje. Dat werkt altijd. En daarna is het heel hard rennen. Oh. Ja, er gebeurde niet zoveel zoals jullie zagen. We wachten heel eventjes. Ik weet niet of het 1.1 was. Of dat alles uit elkaar is geblazen. We zien geen rook meer, dus we gaan heel even kijken. Conclusie, er waren er een paar tegelijk gegaan, 1.1 kijk. Maar er waren er ook een paar weggevlogen, alleen die zijn kapot geknald. Dus, en helemaal nat ondertussen, want ze liggen, zoals jullie zien,
ligt daar wat en daar ligt in het bos, dus hier kunnen we niks meer mee. En er ligt hier zelfs een... Wacht, ik zal hem even pakken. Kijk, dragonboom, ja. Die kun je wel laten drogen, maar daar hebben echt helemaal niks aan. Dus wij ruimen deze voor ons even shit op. En dan gaan we naar huis en dan zien we vanavond of we doen nog wat kan. We zijn er in de avond. Het is op dit moment 17:59. We staan lekker buiten op het veldje zoals vorig jaar. We wachten eventjes tot 6 uur is en dan gaat de fik erin. Het is al 6 uur, mensen. Ja, mensen, oh. 6 uur. Ik zou zeggen, fik erin, wij peren hem knijten ver weg. Hoger, die zit ernaast. Oké, er waren er twee. Yo. Hier een black tundertje. Bom! Zo, die is kapot. Wij gaan weer tennis shock vergelijking doen. Wil ik de licht even laten zien. We hebben hier 19 shocks of zo. Komt goed. We gaan beginnen met de eerste. We beginnen met de Vero tender. Door. Met. Tunne King van Catan. Het licht bij jou om. Zo, mooie. Dan door met. Even kijken, wacht even. De Flashing Thunder XL. Voor mijn licht waarschijnlijk. Cool bastard. Ja. De Grand Bastard. Waar zit het hondje? Waar zit het hondje? Hier zit het hondje.
die is mooi. De Little General. De Roulette King. Sorry boys, ik weet niet waarom mijn camera zo raar doet, maar... Ach ja. Nou, nog deels van haar kan. De Thunder King, geloof ik zijn max of zo. Hier hebben we de Thunder King van Maddock. Hier zo. Oh ja, niet veel beter. Die... Sorry jongens, een beetje overbelicht, maar dan komt het natte gras. De, welke is dit? Dit is de Aftershock Box. Aftershock Box. Victran. Oeh, die gaat snel. Goeie. Dan doen we naar de Lightning Parachute. Als het goed is, leuk parachute eruit. Oh, die was heel snel voorbij. Dan hebben we hier Smoke Shock. Van de voetjes gewoon even aansteken en dan. Zo, die ging laag. Dan hebben we hier de Red Bastard. Thunder King Max. Hier de Defender, ook sier effect. Lekker groot. Roulette, even de Extreme Shocking. Kleintje. Als laatste, wacht even. Maar niet de minste. De Fierce Devil, zoals die lekker overbelicht is. Maar ja, hier, sorry jongens. Neem iets meer afstand voor. Yo. Oké, let's go. Zo licht ontvlambaar, zeggen ze dan. Nog een Black Thunder Rocket van Black Thunder natuurlijk. Dat spul altijd mooi. Rampage, knal Keiki, vek erin. Thank you.
Holy shit. De Venus, 25 shots. Hoop ik gaat er niet uit. Zo, dat voor 4 euro. Juggling Bouncer. Crackling Cake. Godverdomme! Leuk. En nu de Fearsome Pharaoh. Komt ie. Zo, kun je even een beetje bijschijnen? We hebben hier een heksenkring met Crazy Robot, Dump Bump, FP3, FP3 Blue, TP5, Jumbo Cracker, Colossaluut, noem maar op. Die gaan we allemaal de fikken doen, want dat is het laatste wat we hebben. Dus ja. Fikken. Even goed zetten. Kijk, zoals jullie zien, steken hier het rotje aan, we peren hem knijterhard. We rennen die kant op. Ja, komt ie. Zo, dat was een flinke mat. 100 stuks of zo. Holy shit. Moet je kijken. Al die snippers hier. Oh. Kijk, zo. Ik hier het bordje aan met peren en knijterhard. Welke kant gaan we op? We rennen die kant. Die kant op. Kijk. Ja, kom. Zo, dat is een Patient Parejo, alstublieft. Dit is de Silent Tills. Gaat u maar! We hebben hier de Danger. Zo, we gaan doen gelijk voor jullie
cobraatje erachteraan. Zet maar weg. Gewoon een lekker stookspul. Goeie afstand. Fuck.
in de gaten blijven houden. Heb je niet de verkeerde aangestoken? Ga maar hoog. Ja, is goed, ja? Ja. Kan. Wacht.
Eentjes eraan. Oh, kut. Hey, zullen we even teruglopen op die andere? Ja. Hetzelfde. Hé, hey, je moet... Hey, die andere. Doe die andere, die ligt daar. Ja, dat is goed. Ciao. Ik weet niet of hij het goed doet, maar er zit een gat in. Ja, daarom. Hij is kapot geknald door die andere. Ja, dus.